Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Leeuw. Lieve Leeuw, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Kijk eventueel mijn andere readings die ik heb gemaakt. Ik heb een aantal mapjes gemaakt. Die kan je vinden onder het kopje playlist. Daarin vind je eigenlijk alle readings die ik in de afgelopen tijd heb gemaakt per maand. Laat los als het niet past. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Dat kan natuurlijk. Ga dan naar www.revibestro. Vind je onder in de beschrijving. Het kan even duren voor de mensen die je berichtjes sturen of aanvragen doen dat ik reageer. Want ik krijg echt best wel heel veel aanvragen. En ik moet soms echt de tijd vinden om iedereen te beantwoorden. Dus heb je een aanvraag gedaan of wacht je op een reading? Er loopt een wachttijd. Dus houd daar wel rekening mee. In ieder geval wil ik natuurlijk ook iedereen bedanken voor de abonnees en de aanvragen die ik krijg. Ik groei dankzij jullie en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Alleen ja, dan loopt soms de druk wel op, of de druk, maar ja, de wachttijd en de berichten waarop ik moet antwoorden. Dus ik wil echt nogmaals benadrukken voor de mensen die mij meerdere berichten sturen van wanneer komt het of krijg ik antwoord, heb je het wel ontvangen? Ik ontvang ze, alleen wat ik al zei, kan het even duren. Genoeg gepraat. We gaan eens kijken wat we mogen ontvangen, lieve Leeuw. Wat is jouw uitdaging? We gaan verleden, heden, toekomst doen. Een advieskaart. Oeps. Ik heb hier de 7 van staven als uitdaging. Oké, het kan zijn dat je ergens in verweer bent. Of dat het de bedoeling is dat je in verweer gaat. Of ja, het is verweer in je hoofd. Let wel, ik ga zometeen verder vragen. Er is wel groei, alleen het kan zijn dat je dus soms vast zit. Of je, ja, er is verweer van buitenaf. Of in je hoofd. Maar ik zie een soort van strijd. De 9 van zwaarden. De 9 van zwaarden staat voor ja, wakker liggen. Niet weten welke kant je op moet gaan. Teleurstelling. En de koning van pentakels. Het kan met een persoon te maken hebben met een aarde-energie. Stier, steenbok, maagd. Het kan ook zijn dat jij die energie met je meedraagt. En ik heb hier helderheid. Er komt ergens helderheid in, is wat ik zie. Wauw. Wauw. Met de 2 van cups. De 2 van cups is een samenkomen, een excuus of iets karmisch en een keuze in de liefde. En wat mag ik nog meer ontvangen voor de Leeuw? Let wel, als je voor iemand anders kijkt, kunnen de rollen vice versa zijn, hè? Dus houd daar rekening mee. Wauw, de aas van pentakels ook nog. Een nieuw begin, een nieuwe kans, een nieuw plan. Iets wat wordt aangereikt. Een nieuw pad ingaan. Oeps. Wauw, naar de 10 van cups. Super mooi. En de 7 van pentakels. Dus de 7 heb ik hier. Dus ja, 2 keer een 7. Dat is een soort van ongeduld misschien. Of je hebt al zaadjes geplant en wacht eigenlijk op resultaat. Ik heb hier ook weer een 7 en de aas van staven. De 7 van zwaarden kan ook staan voor gedachten of iemand die in en uit je leven is gaan. Kan ook staan voor jaloezie of afgunst of iemand die niet helemaal eerlijk is. Of jij dit nu bent of een persoon. We gaan eens kijken, wat mag ik weten over die 7 van staven, dat verweer. Want er is ergens onrust. Er is ergens iemand die zich verweert. Want ik zie hier ook de persoon, dat zie ik eigenlijk nu pas, details, Angelique. Ik zie, sinds een lange tijd zie ik nu pas dat er iemand 2 verschillende schoenen draagt. En dat voelt van mij alsof het of iemand anders is die dit doet, of je bent zelf degene die in verweer is. Ik heb hier ook nog de 8 van cups. Ergens emotioneel vandaan lopen op weg naar geluk. Iets wat niet meer dient emotioneel. Wat misschien lastig kan zijn. Misschien daarom ook dat verweer.
En de Temperance kaart, een balans met onderop de 9 van bekers. Ja, iemand twijfelt, zit in verweer om ergens emotioneel vandaan te lopen. Iets wat niet meer dient, zich te distancieren uit een soort van strijd. Iemand houdt zich nu nog staande of moet zich steeds verdedigen. Iemand wil gelijk krijgen, maar er is ergens een balans in nodig, is wat ik zie. Ik voel een spirituele connectie, of ik zie het eigenlijk ook met de 2 van cups, want dat is vaak wel een zielskaart, een soulmate kaart, met deze kaart. Er is ergens waar jij geduld in mag opbrengen. Er is ergens een balans nodig in jouw leven of bij de persoon waar je voor kijkt. In ieder geval zie ik hier die zon schijnen. Maar Spirit zegt dat het is belangrijk om geduld te hebben. Je wordt beschermd, dus let ook op je dromen. Dus het kan iets zijn waarbij jij tekens gaat ontvangen. Wat mag ik weten over die 9 van zwaarden? Want die 9 van zwaarden is ja, wakker liggen over iets. Iets wat je mentaal soms opbreekt. Dus misschien lig je vaak wakker. Misschien denk je heel veel aan iets. Misschien denk je er echt aan om ergens van weg te gaan. Wauw, de 3 van bekers. Kan te maken hebben met een derde partij. Kan ook zijn een celebration of iets te veel vieren. Of misschien heb je te veel met vrienden gefeest. Of is er iets waarbij je meer vrij van angsten mag zijn op gebied van liefde. Met de koningin van pentakels. Ik heb hier een koppel. Oké. Stier, steenbok, maagd. Misschien lig je wakker over een derde partij. Want ik zie hier nu 4 personen. Of eigenlijk meerdere. Maar in dit stukje zie ik 4 personen. Dus het kan dus echt betekenen dat er nog een derde partij is. De koningin van pentakels is een zorgzame, lieve vrouw. Houdt van de natuur en alles om haar heen. Op aards gebied eigenlijk. En ja, weet goed hoe zij moet verzorgen voor haarzelf, maar ook voor haar dierbaren. Wat mag ik weten over die koning van pentakels? Want die zit hier heel trots. Wauw, de 10 van bekers. En de koning van cups onderop. De 10 van bekers. Lig jij wakker of ligt er iemand wakker over een wish fulfillment die iemand graag zou willen hebben? Dat zou heel goed kunnen, want ik zie hier 2 keer de 10 van pentakels en de ster. Wauw, heling en balans. Er is ergens heling in nodig. Heling in gevoel of heling in een situatie. In ieder geval is dit een wenskaart. Iemand heeft een wens, maar zou wel zijn of haar emoties op aardgebied en op emotioneel gebied in orde moeten krijgen. Of heeft dat gekregen? Er komt ergens helderheid in. Ik zie hier de 4 van staven, de 11-11 kaart. Wat mag ik weten over die helderheid, die communicatie die er aankomt? Er gaat iemand iets aanbieden. Je krijgt inzicht of er wordt inzicht gegeven. Of iemand gaat inzichten krijgen in een bepaalde situatie. En wat is dat dan? Wauw. De 2 van bekers alweer op de aas van staven. Of een zwaarde. Weer met de koning van pentakels. Gaat iemand keuzes maken? Ik voel dat er iemand keuzes gaat maken. Of er komt een keuze aan. Iemand gaat communiceren over een connectie. Of iemand wil samenkomen. Iemand kan zijn dat iemand knopen gaat doorhakken. En gaat vertellen dat iemand weer wil samenkomen of iemand wil samenkomen. Wat mag ik nog meer weten over die 2 van bekers en die communicatie, die eerlijke, heldere en volwassen communicatie. Onrust is wat ik zie met de ridder van zwaarden. Iemand wil ergens in rushen is wat ik zie. En weer de 4 van staven onderop. Iemand wil deze connectie heel graag, is wat ik zie. Maar tegelijk zie ik onrust en die zie ik natuurlijk ook met de 7 van staven.
kan zijn dat er door die communicatie enig conflict is of iemand zit in conflict in zijn of haar hoofd over deze connectie. Wat mag ik weten over die twee van pentakels of twee van bekers? Die hier twee keer ligt, de zes van zwaarden. Wauw. Wat ik voel is dat iemand het besluit neemt om ergens in te rushen en iemand wil ergens vandaan gaan. Iets wat onrustig was, is wat ik al voelde. Want ik zie hier dat water, dat is onstuimig. Dus iemand is met emoties onstuimig. Zit veel in zijn of haar hoofd. Het kan zijn dat iemand dapper gaat zijn en iets karmisch gaat loslaten. Iets waar iemand lang over heeft nagedacht. En op rustig vaarwater wil komen, op weg eigenlijk naar die twee van bekers. Dus eigenlijk een soort van, ja, samenkomen wil. Het wel spannend vindt. Ga eens kijken wat ik nog meer mag weten over die twee van bekers samen met die zes van zwaarden. Als mijn video's resoneren, mag je een like geven als blijk van waardering of een berichtje of het klopt. Hoeft niet, mag wel, maar wordt wel gewaardeerd. Ja, de maan heb ik hier en weer de zeven van staven. Iemand wil ergens vandaan gaan. Iemand zoekt rustig vaarwater op, maar er is conflict, er is onzekerheid. Iemand is onzeker in iemands omgeving of jij bent het zelf. Iemand zoekt een balans of iemand zoekt conflict uit onzekerheid. En iemand, wat ik voel, is daar klaar mee. Die wil dat niet meer. Weer zie dat onrustige water. Iemand wil een ander pad in, is wat ik zie. Op weg naar die zon. In plaats van die duisternis. Het kan ook zijn dat iemand dus in de nacht eigenlijk onzeker is over hoe dit verder gaat. En wil eigenlijk daar rust in vinden. Dus rust, omdat iemand eigenlijk iets wil aanbieden. Iemand voelt heel veel. Veel emoties, maar weet soms niet goed hoe hij of zij dat moet aanpakken. Ik ga eens vragen wat die onzekerheid nog is. Wat wil ik nog wel weten? Die onzekerheid, wat is dat? De ridder van staven en de ridder van zwaarden. Iemand wil actie. Dit is echt actie. Iemand wil actie ondernemen. Iemand wil onverwacht. Ja, weer de koning van cups. Of van de pentakels. En de koningin van cups. Iemand komt heel zelfverzekerd over. Zoekt spanning en avontuur is wat ik zie. Maar iemand is onderliggend onzeker om ergens vandaan te gaan en zit in verweer. Of die persoon het nou zelf is of jij bent het, maar er is ergens verweer in. Maar iemand is onzeker. Maar iemand wil wel ergens inrusten in deze connectie en eigenlijk, maar is misschien onzeker. Dus zou eerst op rustig vaarwater moeten komen en zichzelf moeten kalmeren, is wat ik voel. Wat mag ik weten over die aas van pentakels? Dat nieuwe begin. Dat nieuwe pad. Een nieuw inzicht, een nieuw plan. Of een nieuwe liefde. Ja, de koning van pentakels. Of de knight of pentakels. Ik heb hier bijna alle ridders hier liggen. En weer de koning van pentakels onderop. Iemand gaat langzaam maar gestaag iets aanbieden. En weer de helderheid. Wauw. Wat ik hierbij voel is, iemand wil heel snel gaan. Dus dat kan jouw energie zijn en helderheid vraagt. Dus het kan wel dat jij ergens helderheid in wilt. Maar iemand moet nog onzekerheden of iets van verweer loslaten. Om zo eigenlijk rustig maar gestaag eigenlijk die helderheid ook te krijgen. Je krijgt helderheid. Want ik heb hier twee keer de aas van zware en ik heb hier nog een nieuw begin. Iemand, een koning van Knight of Pentacles, dat is aarde, energie, stier, steenbok, maagd, hoeft niet, kan wel. Is geduldig en wil stabiliteit en zekerheid.
Maar ook eerlijkheid. Dus er wordt iets aangeboden, maar het kan zijn dat het niet heel snel van de grond gaat en weer de zeven van pentakels. Iemand zou geduld op moeten brengen. Geduld is een schone zaak, is wat ik zie. Wat mag ik weten over die prachtige kaart, de 10 van cups, wish fulfillment, emotionele vervulling? Ja, zie, iemand ligt daarover wakker. Iemand ligt wakker over die wish fulfillment, of het er wel aankomt. En de koning van cups. Iemand wil wish fulfillment geven, is wat ik zie, maar eerst zou iets moeten worden getransformeerd. Dus iemand zou iets los moeten laten, of er komt een eind aan voordat deze energie eigenlijk weer op je pad komt. Dus iemand zou knopen moeten doorhakken. Iemand zou eerlijk moeten communiceren. En dat gebeurt ook. Er komt echt eerlijke communicatie aan. Maar daarna kan het wel zijn dat er echt nog een transformatie aankomt. Met de zeven van zwaarden. Wauw. En hier ook de zeven van zwaarden. Dus dat betekent dat iemand eerlijk mag gaan zijn naar zijn of haar gevoel. Of jij dit nu bent of een persoon. Er komt liefde aan, want er komt emotionele volwassenheid aan. Dit is een koning, dit is geen knight of geen page. Dit is iemand die weet wat hij wil, kan emotioneel, is gevoelig. Is iemand die wel echt wel zijn emoties in balans heeft. Maar daarvoor zou iemand wel moeten transformeren en datgene wat hier nog speelt los moeten laten. Dus iemand fantaseert of ligt daar nog wel wakker over. Over dat eind wat er is, maar voelt tegelijk eigenlijk dat er een wish fulfillment is en wil dat ook aanbieden. Dus wil ook die liefde aanbieden. Alleen er speelt op dit moment nog wat enig onrust en strijd is wat ik voel. Wat mag ik voor advies? Ik zag hier de duivel. Iemand zit vast aan een codependency of iemand drinkt of iemand doet iets te veel. Iemand wil gezag of iemand wil iets vasthouden, omwille. Dus niet gezond. Ja, kijk. Wauw. Alle azen heb ik hier op tafel. De aas van staven, een nieuw passioneel begin. Een aanbieding in de liefde, maar er is veel passie. Dus er komt na al die liefde of passie of ik moet het even goed zeggen, want ik had ze andersom, dus ik las ze even verkeerd om. Wat ik zie is een nieuwe aanbieding, weer. Dus iemand gaat een keuze maken, iemand die daar lang over gewikt heeft en geweegd om eigenlijk weg te gaan, ligt daar nog steeds wakker van, omdat er een soort van eind of transformatie is of aankomt. Maar de spirit zegt van, er komt een nieuwe aanbieding, alle azen liggen hier. En ga niet te hard van start, dus wat ik eigenlijk voel. Dus begin gewoon klein en ga het onderzoeken. Want er is veel passie, er is veel aantrekkingskracht, er is veel gaande. Ja, iemand gaat iets loslaten wat niet meer dient. Nog één kaart graag. Dus alle azen, alle kansen, alle opties liggen open. Mits iemand emotioneel ergens vandaan loopt. Ja, zie, en treurnis loslaat. Dus een derde partij, iets waar iemand over heeft getreurd. Wat ik al zei, wacht geduldig af. Dat is heel belangrijk, want de antwoorden komen vanzelf. Dat is wat hier ook ligt. En kijk, daar heb je hem weer. De Knight of Pentacles. Dus er komt stabiliteit, er komt passie, er komt iets aan. Alleen het gaat gewoon niet heel snel van de grond. Daarom lag die zeven van pentakels er ook. Geduld, balans. Ik zie het hier ook. Balans, heling. Dus er komt ergens heling in. Er komt een nieuwe aanbieding. Als die liefdesaanbieding wordt gedaan van een persoon die eerst iets moet loslaten. En zie ik wel dat er dus die aanbieding wordt gedaan. Die kans op weer. Daarna die passie, maar alle antwoorden zijn nog niet helemaal duidelijk. En waarschijnlijk kijk je dit ook. Maar er is iets wat geopenbaard wordt. Waarbij
De kans is op gewoon heel veel stabiliteit. Overal eigenlijk een nieuw begin in, mits je geduld hebt. Want geduld is bij deze echt een schone zaak, is wat ik voel. Dit is wat ik voor jou heb, lieve leeuw. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.rifuitstro.nl. Staat onder in de beschrijving. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!